Mark, gefeliciteerd. Zijn jullie diep moeten gaan vandaag? Ja, dat was geen gemakkelijke wedstrijd. Ik ben wel blij dat we maar 90 minuten hoefden te spelen en geen verlenging. Het was wel verdiend. Ja, dat denk ik ook. Als je de kansen ziet, zeker in de eerste helft. Ik denk dat wij de beste kansen gehad hebben. En natuurlijk na de 2-1, waarin Feyenoord risico moet nemen, krijgen we nog 2-3 hele grote kansen. Daar moet je eigenlijk de wedstrijd al beslissen met de 3-1. Maar die moet je niet meetellen. Maar als je de hele wedstrijd ziet tot aan de 2-1, dan hadden wij wel de beste kansen. Deden jullie zelf tekort, zeg maar voor die 1-1, rond de 1-0? Het had al binnen 20 minuten beslist kunnen zijn. Ja, we kregen 300% kansen. Ja, en de score van de 1 van is eigenlijk te weinig. Maar toen waren we al de betere partij. Ondanks dat denk ik dat we nog veel beter kunnen. Maar dit is ook wel een zege op karakter. Ja. Is het mentaal ook belangrijk om deze wedstrijd te winnen in deze fase van het seizoen tegen deze tegenstander? Ja, dat denk ik wel. Dit is gewoon een topwedstrijd die je weer wint van Feyenoord 3-0 en nu 2-1. Dat is gewoon heel belangrijk. Je staat nu in de halve finale van de beker. Ik denk dat het verdiende is en dat het gewoon heel lekker is. Prettig om in die koker te zitten morgenavond. Dat moet los van hoe iedereen denkt over KNVB-beker, moet dat een goed gevoel zijn. Want er gloort een prijs. Nee, maar sowieso, dat heb ik ook gezegd. Ja. Maar als tegen mij een vraag stellen van wat vind je belangrijk, kampioenschap of de beker? Ja, dan zeg ik het kampioenschap. En als ze dan hetzelfde verhaal erover maken. Ja, als zij dan zeggen de beker is een troostprijs, nou, dan is de beker een troostprijs. Maar voor ons niet. Wij willen die beker ook winnen. Dus we proberen gewoon op ieder niveau mee te doen. Een prijs is een prijs. Hetzelfde als met die Johan Cruijffschaal. Dat is de makkelijkste prijs, denk ik. Dat is één wedstrijd. Dit natuurlijk ook. Een beker die kan je altijd erbij schrijven. Als je de prijzen kan pakken, dan moet je in gier zijn. Dan moet je ze gewoon allemaal meenemen. En zoveel mogelijk. En dan kan je later, als je klaar bent met je carrière, kan je zeggen, kijk eens wat ik allemaal gewonnen heb. Het gaat niet om het geld, het gaat om de prijzen.